Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Vorige week heb ik dit karretje gemaakt voor mijn wipplankproject. Ik zet hier een link naar de uitleg. Ik ga een flipperkast maken die gekruist is met een wipplank waar je mee 4 personen kunt opzitten en dan de flipperkast bedienen. Super duidelijk. Goed, ik heb ook mijn muts aan, want het is ineens terug winter geworden. Maar goed, eventjes ter zake. Ondertussen ben ik bezig met dit karretje te demonteren. Ik moet er nog een klein aantal dingen aan meten. En dan maak ik de rails waar dit karretje en de 3 andere karretjes gaan op rijden. Amai, ik ben het aan het uitleggen en ik denk er is nog niemand mee. Hè. Ik zal hier een tekeningetje zetten om uit te leggen hoe dat het eruit ziet. Dus het is een wipplank waar 4 personen op zitten. En het middelste gedeelte is een soort doolhof waar dat je een knikker moet door het doolhof leiden. En het is geen doolhof, niet zomaar een doolhof. Nee, het staat vol met van die flipperkast-tjoepen die ze... En het eigenlijk allemaal veel plezanter en moeilijker maken. Dus een wipplank gekruist met... een flipperkas. Voilà, nu super duidelijk toch? Hè? Ja, goed. Eventjes de wielen eruit. Die heb ik vorige week gemaakt. En dan kan ik wat dingen meten hieraan. En dan maak ik de rails. En dan wordt het ook nog een serieuze onderneming. Welkom in de koterij! Ik heb een mal gemaakt aangezien ik 4 delen van de wipplank moet maken, 4 armen, en ik wil dat die armen alle 4 exact hetzelfde zijn. Dus een malletje. Ja, dat was bijna tegen mijn gezicht. Dat ziet er goed uit. Dus, voilà. De eerste arm van mijn 4-armige wipplank flipperkast is klaar. Een goede stevige trusstructuur met 3 hoeken. Want er gaat wel behoorlijk wat gewicht op komen. Maar ik ben er gerust in dat dit stevig genoeg is. Voilà. 1 gemaakt, nog 3 te gaan. Oké, sommige dingen kunt je zelf maken, zoals de 4 armen van je wipplank. Andere delen van een wipplank kunt je niet zelf maken, maar die zitten in deze doos. Ja. Ja, voilà. In deze doos zitten er 2 van die grote veren. Ik heb nog een doos met
twee veren en nog andere spullen. Ja, dat is niet evident geweest om het juiste materiaal te vinden. Amai, dat is zwaar. Sowieso, het hele uitdenken en ontwerpen van die wipplank. Ja, er zijn een aantal lange, bijna slapeloze nachten aan vooraf gegaan. Maar ik denk dat ik nu ongeveer alles bedacht heb. Maar ja, voor dit soort grote projecten, ja, dat vergt wel wat voorbereiding. Allee, hetzelfde met dat ding hierboven. Ja, kijk, hier is ook nog van alles aan gebeurd. Hier moet ook nog van alles aan gebeuren. Ik heb er deze week weer toch een paar dagen aan geschilderd. Maar dat heb ik niet laten zien, omdat ik dacht, ik kan toch niet drie weken na elkaar laten zien hoe ik een laagje verf aanbreng op iets dat eigenlijk al een laagje verf heeft. Maar ja, dat moet alle twee de kanten geverfd worden. Drie lagen, een primer en dan twee lagen lak. Want het is lakverf en in twee lagen, dat hebben ze mij gezegd in de winkel, in twee lagen is dat beter. En dan de randjes, die moeten ook nog eens twee keer vernist worden en zo. Dus ja, en iedere laag moet drogen en bla bla bla. Dus ja, je hoort mij bezig. Heel veel schilderen. En dan wachten totdat het droog is. En het lijkt niet zoveel werk, maar aan één keer één kantje van alle dingen verven ben ik toch al rap 2-3 uren bezig. Dus ja, dit alleen maar om te zeggen, er is veel gebeurd achter de schermen deze week en weinig hier. Maar waarschijnlijk komt er volgende week al verandering in, want er staan heel veel nieuwe projecten in de stijgers, maar ik wacht nog op goedkeuring en groen licht van een aantal instanties. Ja, het zijn projecten met instanties. Hé, dat is ze. En als het met instanties is, dan... Allee, bon, dit was een vlotte outro. Iedereen is waarschijnlijk al weggeklikt. Maar jullie die nog niet weggeklikt zijn, dankjewel om te blijven kijken tot het einde. Ik zal jullie nu belonen met een zoen. Zo, voilà. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En tot volgende week. Oh man, daag!